Deze week is het de week tegen het pesten. Organisaties gaan langs bij scholen, antipestcursussen worden gepromoot en er wordt extra gepraat met mensen die gepest worden. En dat allemaal voor één antwoord op die ene vraag: hoe stop je het pesten? Bob Walker, eigenaar van de Ninja School in Beuningen, heeft een eigen visie op het pestprobleem. Misschien heb je wat grotere oren of misschien heb je een naam die leuk rijmt op Sinterklaas of whatever. De vraag is natuurlijk, moet je daar iets van aantrekken? Ja, als jong kind ben je daar misschien heel gevoelig voor. Als je nou leert en begrijpt, maar ook vooral voelt dat het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is, dan voel je je ook minder gepest. De essentie is volgens Walco dus dat kinderen in zichzelf geloven, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Een proces. Het is niet dat mensen komen bij mij één les volgen en we worden niet meer gepest. Het is een proces. Kinderen moeten in zichzelf, met name in zichzelf, gaan geloven. Ze moeten vertrouwen op zichzelf. Ze moeten voelen dat ze wel weerbaar zijn. Terwijl heel veel kinderen denken, ja, ze moeten altijd mij hebben. Of ik kan niks. Zie je wel. Het lukt niet. En om het vertrouwen van de kinderen wat op te schroeven, leert Walker ze een vechtkunst. Die ze op het schoolplein bij pesterijen kunnen toepassen. Maar niet altijd gaat dat even vreedzaam. Meester, ik moet iets vertellen. Ja, wat dan? Ik heb er eentje over het schoolplein gegooid. Ja, heb je hem daarbij beschadigd? Nee, ik heb precies gedaan wat we hier geleerd hebben. Ik heb hem goed vastgehouden aan zijn jas. En hij heeft geen pijn gehad. Ja, dan is je punt duidelijk gemaakt. Of je hiermee het hele pestprobleem oplost, dat weet Walco niet zeker. Dus of het dé oplossing is, nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk niet dat er één oplossing voor een probleem is. Ik denk wel dat dat een belangrijke bijdrage is.